بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nu we het niveau van de Shafi'i hebben leren kennen en zijn kundigheid in het dichten, en we bekeken enkele regels van zijn shi'r en wijsheid, gaan we nu terug naar de opleiding van de Shafi'i. Hij was eerst opgeleid in de taal totdat hij een grote dichter werd, zoals we hebben gezien in de vorige afleveringen. Maar hoe is hij opgeleid in een fiqh? We weten dat zijn allerbelangrijkste docent al-imam Malik was. Nadat hij al de kennis over de Arabische taal heeft geleerd, vertrok hij naar al-imam Malik en heeft hij jaren bij hem gezeten en heeft van hem heel veel fiqh en hadith geleerd. Hij was een uitmuntende student. Al-imam Malik raakte erg onder de indruk van zijn intelligentie. Zijn verhaal heb ik jullie al verteld, hoe een Shafi'i bij de imam Malik kwam samen met de wali en dat de imam boos werd om de methode van de benadering. En vervolgens sprak een Shafi'i zelf en legde uit waarom hij bij de imam Malik wou studeren. En de imam zei tegen hem: Ya ghulam, ittaqillah wajtani bil ma'asi. Hij merkte dat deze jongeman geen gewone jongeman was. Intelligentie in zijn woorden, een hoog niveau in taal en hij kende al heel veel uit zijn hoofd. Dus de imam accepteerde hem als leerling en hij zei tegen hem: إِذَا كَانَ غَدًا تَجِيءُ وَيَجِيءُ مَنْ يَقْرَأُ لَكَ. Morgen kom je naar mij toe samen met iemand die voor jou gaat lezen. Al-Shafi'i zei: أَنَا أَقُومُ بِالْقِرَاءِ. Ik lees voor mijzelf. Ik hoef niet iemand die voor mij gaat voorlezen. De volgende dag kwam de imam al-Shafi'i heel erg vroeg naar de imam Malik, de eerste leerling van de dag. En ik wou beginnen met lezen, zegt hij. En het boek zit in mijn handen. En iedere keer als ik bang werd van de imam vanwege zijn heibe, zoals we weten, had de imam Malik een grote heibe. En de mensen durfden bij hem niet hardop te praten. Mensen respecteerden hem en waardeerden hem. En ik schaamde me voor hem, zegt de Shafi'i. Ik schaamde me dat ik te lang doorging en dat hij er genoeg van had voor vandaag. Iedere keer als ik dacht, laat ik me nu stoppen, was de imam onder indruk van mijn recitatie. Al-Shafi'i las zonder fouten, zonder stotteringen, duidelijk en helder. De imam zei: Ya feta, zid, ga door jongen, ga door. Er was nooit iemand die zo goed las bij een imam Malik voordat de Shafi'i kwam. Hij genoot van zijn recitatie. En al-Shafi'i zei: totdat ik het boek in een paar dagen bij hem had uitgelezen. Al-Muwatta. Maar alsnog bleef hij in al-Medina leren van al-Imam Malik, totdat al-Imam overleed in het jaar 179 Hijri. Grote vriendschap tussen twee grote geleerden, al-Imam Malik en al-Imam al-Shafi'i. Na deze jaren vertrok al-Imam al-Shafi'i naar Yemen. Hij bereikte een hoog niveau, hoger dan hij al was. Stel je voor, een persoon met deze intelligentie, dichter en taalkundige, een schrijver, een genealoog en nu nog de fiqh erbij van een imam Malik, helemaal zijn eigen gemaakt. Hij werd een parel tussen de mensen. De mensen keken allemaal naar hem op. En in Yemen was er een wali, een gouverneur aangewezen vanuit de khalifa van Bani al-Abbas, Harun al-Rashid. En deze wali was onrechtvaardig en een onderdrukker. En de imam al-Shafi'i bleef niet stil tegenover deze onderdrukking. Hij sprak zich uit tegen deze wali en wat hij deed. Hij gaf de onderdrukker geen vrij spel om te doen wat hij wou, maar maakte hem het leven zo moeilijk als mogelijk. Hij probeerde hem tegen te houden van de onderdrukking en de onrechtvaardigheid. En zo dient een moslim te zijn. Een moslim kan zijn mond niet houden tegenover onrechtvaardigheid. Wie het ook is, al is het een leider, die leider moet ervan horen dat de rechtvaardigheid belangrijk is en dat het verboden is om mensen te onderdrukken. Uiteindelijk zijn wij allemaal broeders en zusters en de moslims dienen elkaar te adviseren en naar het goede te wijzen. De relatie tussen imam al-Shafi'i en deze wali was erg stroef en gevoelig. En in die periode ontstond er een opstand van het Talibiyyin. Dat zijn de nakomelingen van Ali ibn Abi Talib tegen de staat. De khalifa Harun al-Rashid gaf de opdracht om ze allemaal op te pakken. En Shafi'i werd met hun opgepakt, omdat hij gezien werd als een van hun. Hij is van de zonen van Bani Abdi Manaf. En de Talibiyyin zijn ook zonen van Bani Abdi Manaf. Terwijl hij niks met hun te maken had.
Ze zijn helemaal meegenomen van het Jemen naar Bagdad, naar een khalifa om te verantwoorden voor hun daden. Maar Shafi'i kon er onderuit komen door zijn intelligentie en wijsheid. Door goed te praten keek de khalifa naar hem op. En in plaats van hem gevangen te houden, vond hij hem onschuldig. En hij beloonde hem met 50.000 en een paard. Shafi'i zegt, onderweg naar de uitgang van het paleis heb ik die 50.000 verdeeld onder de soldaten en de werknemers van het paleis. Bij de uitgang had hij niks meer over. Harun al-Rashid kreeg het bericht van deze gebeurtenis en begreep dat deze jonge man geen rijkdom zoekt. Even later kwam de vriend van Harun al-Rashid, genaamd Herthima, naar Shafi'i met een geschenk en hij zei: hier, dit is een cadeau van mij. Toen zei Shafi'i: inni la akhudhu al-atiyah mimman huwa duni, wa innama akhudhuha mimman huwa fawqi. Met andere woorden, wie ben jij vergeleken met de khalifa om het van jou te nemen? Ik heb zelfs het geschenk van de khalifa niet gehouden. Zo was de eer van de Shafi'i. Hij vertrok verder zonder iets van ze te nemen. Hij zegt, toen ik thuis kwam in Irak, gaf ik 100 dinar aan de boekenschrijver van Muhammad ibn al-Hassan. Dat is een van de topstudenten van Abu Hanifa. En ik zei tegen hem, verzamel vandaag de schrijvers en schrijf de boeken van Muhammad ibn al-Hassan voor mij over. Deze boeken zitten vol met kennis van Abu Hanifa. Vervolgens studeerde imam Shafi'i de fiqh van Abu Hanifa aan de hand van de boeken van Muhammad ibn al-Hassan. Hij benutte zijn tijd. Hij is nu al in Irak, het land van de fiqh van Abu Hanifa. En dat laat hij niet zomaar aan zich voorbij gaan. Hij neemt gelijk van de kennis wat hij kan nemen. Wat een brein, taal en kennis. Zo kon hij concurreren met de grootheden. Hij leerde van beide wetscholen. De wetschool van al-Ra'i van Abu Hanifa en de wetschool van al-Athar van al-Imam Malik. Zo combineerde hij beide wetscholen. De geleerde Muhammad Abu Zahra, rahimahullah, zegt over Shafi'i dat hij beide wetscholen evenveel kon combineren. Zijn methodiek werd precies een middenweg tussen beide wetscholen. Het neigde niet meer naar één dan het andere. Voeg hieraan toe al-Adab, al-Waqar en al-Hikmah en al-Shi'r. Dan vormt er voor je een uitzonderlijk voorbeeld in de islamitische geschiedenis. En met deze stappen begon Shafi'i de kennis van de grootheden te nemen. En tegelijkertijd gaf hij deze kennis door. Hij gaf tegelijkertijd ook les. Hij zat met witte mooie kleren, met een stralend gezicht en met een iets donkere huidskleur zat hij naast de Kaaba in de buurt van Zamzam deze geweldige kennis te verspreiden. Hij heeft zich ook zwaar verdiept in de kennis. Hij heeft veel gereisd om te leren. Hij is vaker naar Jemen gegaan en naar Irak en naar Misr, meerdere malen. En hij moedigde aan om te reizen. Reizen voor de kennis. Hij zei, tagharrab, tagharrab anil awtani fi talab al-ula. Reis, reis weg van jouw woonplaats op zoek naar de hoogheden in kennis. Kijk naar het verschil. Tegenwoordig reist men voor verspillende toerisme of voor zonden en slechte zaken. Sommigen reizen voor bezienswaardigheden. Maar kijk wat de imam Shafi'i zegt. Tagharrab anil awtani fi talab al-ula. Wasafir fafil asfari khamsu fawaidi. Tafarruj hammin wa iktisab ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Ga op reis, want het reizen heeft 5 voordelen. Mentale rust. Je verdient er iets aan. Je koopt nieuwe spullen voor je handel of voor risk of iets dergelijks. En kennis. Als je reist, zorg ervoor dat je iets nieuws leert. Bezoek een universiteit of een geleerde of koop een nieuw boek enzovoort. Laat je reis niet vol zitten met zonden en met slechte daden en tijdverspilling. En elke dag de hele dag naar het strand en naar winkelcentra en shoppen. Vul het aan met kennis. En hij zegt, zorg dat je leert van de goede kanten van de cultuur waar je je bevindt. De mensen verschillen op de wereld. Neem van ze wat goed is. En een goede vriend op reis. Neem op reis altijd een goede vriend mee. En niet zomaar goed, maar iemand die majid is. Majid is iemand die goede akhlaq heeft en karim is. En vrijgevig is. Subhanallah. Wat een gouden regels van een imam Shafi'i. Mogen Allah ons helpen om deze regels te leren, te onthouden, door te geven en te praktiseren, opdat wij betere mensen
en een betere samenleving en een betere ummah worden. Walhamdulillahi rabbil alamin.